George Baker haalt zijn muzikale inspiratie vaak uit de nostalgische klanken van de jaren 30 en 40. Terugkijkend op zijn jeugd herinnert hij zich de platen van zijn oom, die onbewust een blijvende invloed op hem hebben gehad. Voor Baker is alles wat je ooit hebt gehoord een bron van inspiratie, en hij gelooft dat elke artiest voortbouwt op het werk van zijn voorgangers. Volgens George Baker is er in de popmuziek niets compleet nieuws, alles is op de een of andere manier verbonden met het verleden. In een interview met Party legt hij uit dat artistieke creaties voortkomen uit bestaande elementen, zoals water, hout, vuur, aarde en metaal. Mensen zijn in staat om iets te creëren, maar niet uit het niets. De muzikant benadrukt het belang van het erkennen van de rijke geschiedenis van de muziek en de voortdurende invloed van voorafgaande generaties. Voor George Baker is het verleden een onschatbare bron van inspiratie die zijn muzikale creativiteit blijft voeden.